Hallo allemaal, welkom bij de weekreading van 24 tot en met 30 juli. En deze week ga ik kaarten benutten uit deze set van Carl Gray, Keepers of the Light. En laten we eens gaan kijken welke kaarten deze week ons een verhaal mogen zeggen. De eerste, volgens mij, dit doet me heel erg denken aan Maria Magdalena, maar dat komt doordat ik samenwerk met deze kristallen schedel die ook in het blauw-wit is van Sodalith. En hier zitten ook heel duidelijk de kleuren blauw bij. Maar en ik ga dus ook in die lijn verder van deze kaart. Maria Magdalena roept ons heel erg op om ons eigen hart te volgen. Om vooral de vrouwelijke energie te volgen, in je gevoel te gaan stappen. En niet langer te gaan nadenken, ja, maar wat zullen anderen wel dan niet van me zeggen als ik dit of dit doe? Nee, volg je hart, volg je gevoel. En ga in contact met haar, ga in gesprek met haar. Ga voelen, welke boodschap heb jij voor mij? En er zijn echt prachtige boeken daarover verschenen. Onder andere, Ingrid Jans heeft net een boek geschreven, In de voetsporen van Maria Magdalena. Die is net uitgekomen. En zij heeft ook zeg maar zich opengesteld voor Maria Magdalena. Kreeg boodschappen, kreeg van haar door. Jij moet op reis, jij moet mijn reis door Frankrijk gaan maken. En van die reis heeft zij een verslag geschreven. En tijdens die reis kreeg ze ook constant mee weer boodschappen, boodschappen en boodschappen. Soms een enkele zinnetje en enkele woorden. En soms een heel verhaal van dit is wat er nodig is. Ik vraag je om dit te doen in mijn naam, in jouw naam, in naam van alle vrouwen. En dat is ook de oproep voor deze week. Volg je hart, volg je gevoel. Ga voelen, ga in contact met Maria Magdalena hoe het voor jou voelt. En ga vragen, wat mag ik doen? Welke bijdrage mag ik leveren aan het grotere geheel? Zodat we allemaal meer in onvoorwaardelijke liefde kunnen leven. Meer vanuit liefde kunnen leven. En vanuit liefde verschil kunnen maken. Hele bijzondere eerste kaart. En ik had ook afgelopen weekend een winactie voor dit boek. En ik heb sowieso deze hele week een winacties met mijn uitgeverij voor allerlei verschillende boeken. En dat bleek precies op de verjaardag van Maria Magdalena zijn, de 22e. Dat wist ik totaal niet, maar is wel natuurlijk weer een bijzonder feit. Maar dit is dus wel heel gaaf hoe die energie terugkomt. En Ingrid Jansen heeft een boek erover geschreven, maar ik ben bezig met nog een boek waarin Maria Magdalena naar voren komt. Dat is nog volop in redactie. Maar weet je, het is wel een thema die steeds meer terugkomt in deze tijd. Stel je open voor die berichten van boven via opgestegen meesters, leermeesters, engelen, bijzonder inspirerende historische figuren zoals Maria Magdalena en stel je daarvoor open. Ja, en dan gaan we deze kaart krijgen. Er staat bij Lord Carnesius, ook weer zo'n inspirerend figuur. Maar wat ik hier vooral voel bij deze kaart, want ik laat even weer de originele boodschap weg, is de balans tussen het denken en je intuïtie. Het is van ook weer de overgave, de overvloed zit er allemaal in, maar ook het willen opbloeien. En, en dan de informatie hebben vanuit de overlevering, hè, vanuit je opvoeding, vanuit je onderwijs, vanuit je vakgebied, vanuit je werk. Er komt allemaal informatie, de staf van wijsheid. En dan heb je je hogere wijsheid, je hogere zelf, die daarover een eigen verhaal heeft. Die daarover een ander verhaal misschien wel heeft. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de middelbare scholen en dergelijke, of de lagere scholen, hoe dat werkt, het systeem. Dat is achterhaald. Maar hoe zou jij willen dat jij nu aan jezelf werkt? Hoe zou jij willen doorgroeien? En zodat jij ook vanuit balans tussen de kennis uit het ene en jouw hogere zelf, de kennis daarvan, hoe je dat in balans kunt brengen, integreren, zodat je weer kan leven vanuit je hart. Hartstikke belangrijk. Vraag dus ook dit, vraag naar binnen keren. In de stilte gaan zitten en tijd nemen voor jezelf om te voelen, waar mag ik naartoe? Ja, en dan is de andere, gaan we wel even letterlijk nemen, die zegt over fases en seizoenen. Alles gaat in cycli.
Alles heeft zijn eigen gang, de cirkel van het leven. Maar er zijn natuurlijk ook de seizoenen, de dagen, de weken, de maanden, de maancyclus. Ga voelen voor jou wat jouw seizoenen zijn. Ik merk heel erg dat ik bijvoorbeeld veel minder gevoelig ben voor de cyclus van de maan, maar wel heel erg gevoelig ben voor het jaar. Ik heb mijn dagelijkse inspiratie. Nou, dan zie je dus echt heel duidelijk in een jaarprogramma, daarin zie je dus heel duidelijk dat bepaalde energieën weer op een bepaalde dag in het jaar weer terugkomen. Plus en daarbij 1 of 2 dagen. Dus dat rond die tijd zit gewoon een bepaalde energie van de dag. Maar wat past bij jou? Misschien is het wel de energie van de zon, de energie van de maan. Misschien gewoon de 4 seizoenen. Wat heb jij nodig om jouw leven mee te leiden? Het kan ook eb en vloed. Dat is bepaalde momenten op de dag. Misschien ben jij sterker in de middag en niet zozeer in de ochtend. Dat je onderzoekt voor jezelf wat past daarbij. Zodat jij optimaal kan instappen. Niet instappen, maar intappen op jouw levensenergie. Dit klinkt misschien nogal heel veel. Maar wat dus duidelijk het thema is voor deze week, is zelfonderzoek. Ga in contact met Maria Magdalena voor kijken hoe jij meer in lijn met jouw hart kan leven. Hoe jij meer vanuit onvoorwaardelijke liefde kan leven. Wat zijn dan jouw boodschappen? Stel je daarvoor open. Mag ik je daarvoor ondersteuning bieden? Nee, want je kunt dit. Ga dan vervolgens kijken naar, oké, wat heb ik geleerd vanuit mijn systemen, vanuit mijn familie, vanuit mijn opleiding, vanuit mijn omgeving? En wat zegt mijn hogere wijsheid mij over dit soort zaken? En wat wil ik dan voor kiezen? Waar wil ik dan voor kiezen? En als ik dan nieuwe stappen ga zetten, welke cycli in het leven past dan het beste bij me? Is dat de maancyclus? Is dat de dag-nachtcyclus? Op bepaalde momenten op de dag, is dat die jaargetijden? Noem maar op, kijk wat bij jou past. En leef jouw leven dan daarna. Zoveel mogelijk in lijn van die cyclus. Dat kan natuurlijk niet altijd, want je wordt soms weer verplicht door allerlei dingen vanuit de maatschappij. Maar kijk hoe je toch zoveel als mogelijk kan gaan leven in lijn met wie jij mag zijn. En dat is dus de inspiratie voor deze week. Wees je liefdevolle zelf. Kijk hoe je dat voor jou mogelijk kan maken. En graag tot de volgende keer. Daag!